die op de avond voor zijn lijden en dood het brood in zijn handen heeft genomen en zijn ogen opgeslagen heeft naar u, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken heeft, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonde. Blijft dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verkondigt.